Ongeveer 5 woningen in Herveld moesten woensdagmiddag ontruimd worden vanwege een brand in een nabijgelegen aannemersbedrijf. Nou, dit gaat hier om een aannemersbedrijf. Daar werken ze heel veel met hout. En bij het zagen van het hout zuigen ze het zaagsel weg en het wordt in een speciale motbunker opgeslagen. En in die motbunker daar is brand ontstaan. De brandweer rukte met groot materieel uit en is urenlang bezig geweest met blussen. Nou, we hebben groot opgeschaald. Hij is opgeschaald naar grote brand. Zeker omdat het complex is, je kunt er moeilijk bij. En we hadden echt veel water nodig en dat hebben we nog steeds. Vandaar dat er naar grote brand is opgeschaald. Maar er staan nog meerdere voertuigen, dus we kunnen wel spreken van een zeer groot incident. Nou, op zich, zo'n bunker zit helemaal vol met zaagsel. Dat kan gaan broeien. Om daar bij de brandkern te komen, dan heb je toch speciale zaken nodig. En daarom is er ook een speciaal team vanuit de regio Utrecht op dit moment hier. En die gaan met een zogenaamde Cobra-cutter proberen om de brand te bereiken. Maar dat zal nog wel enige uren duren, zeg maar, voordat deze brand geblust is. Nou, in verband met de rookontwikkeling, maar zeker ook voor mogelijke stofexplosies, hè, want dat kan bij zaagsel, zijn er enkele woningen in de directe nabijheid van het incident ontruimd. Uit voorzorg heeft de brandweer ook metingen verricht. En daarbij zijn op dat moment geen schadelijke stoffen waargenomen, zeg maar. Gelukkig vielen er geen slachtoffers.